Goedemiddag allemaal. Ik ben er een beetje vroeger bij, maar ik dacht misschien mislukt het wel weer om in het evenement live te gaan. En aangezien ik ook altijd even wil weten of dat de chat een beetje wil lopen, ja of nee. Nou, voorlopig wel. Dus ik denk dat ik mijn tablet maar dicht of mijn laptop maar dichtgooi. Oh, dat is wel heel fijn. Nou, dan heb ik plek. Ja, weet je, het is altijd op het bureautje, maar dan is het vol proppen, proppen met alle spullen. Dus ik dacht, ik zie wel. En dan kan ik hem altijd dichtklappen. Nou ligt hij mooi dicht naast me. Dus ik wacht nog heel even. Nou, fijn dat alles goed te zien is. Ja, zelfs mijn telefoonhoesje ligt erop. Ja, weet je, het is hartstikke zonnig weer hier. Dus ik heb wel aardig goed licht op mijn werkblad. Dat is wel heel fijn. Dus, nou, weet je, we gaan gewoon lekker starten. En we zien het wel, want ik denk dat er meer mensen zijn die het heerlijk weer vinden en denken, we gaan lekker naar buiten. Hoewel het wel heel koud is buiten, maar ja, dat maakt niet uit. Het is gezond weer, zonnetje schijnt. Dus dat. Nou, vandaag hebben we weer online demo dag. Oh, en dan ben ik heel slecht, want ik weet niet eens meer wie er vanavond. Ik weet dat Janine vanmiddag nog komt. En oh, ik heb niet eens goed gekeken wie er van. Fijn, dat zien jullie wel op de banner staan. Ja, lekker wandelen. Je hebt groot gelijk hoor. Je moet ervan genieten. Ja, het is koud, maar ja, weet je, het is een tranentrekker weer. Bij mij rollen de tranen over mijn gezicht als ik buiten ben, maar ik moet naar buiten. Nou, vandaag is het dus online demo dag. Je krijgt 5 euro korting in de webshop als je voor 50 euro besteedt. En dan is de code 5 euro. Ik mag vandaag ook nog weer wat leuks. Oh ja, Ilse komt vanavond. Oh, tof. Ja, leuk. Dat is waar. Dank je. Zie ik dat ook gelijk goed. Het is toch wel handiger dat het de chat hier voor mijn neus is hoor. Nou, wat gaan we doen? Wat hebben we nieuw? We hebben 4 nieuwe sets met teksten. En dat is echt allemaal op de baby gericht. Hooray sentiments, hooray a little baby, a little girl on the way, you are pregnant, and a little boy. En dan wat hartjes en wat hoekjes. En dit is, she is a little piece of magic. Ik moet zeggen, het zijn wel hele toffe teksten hoor. How wonderful life is now you're in the world. Give the best hugs. Oh mums of dads, give the best hugs. En dan hebben we hier nog, I love you in the morning, in the afternoon. I love you in the evening and underneath the moon. Ook zo leuk. Dream big, little one. Pampering grandparents on the way. Ook leuk. Ja, ze zijn eigenlijk gewoon alle vier leuk. Congratulations, a baby boy, a baby girl. You are going to be a dad, a mom, parents, grandparents, pregnant. Zo, even mijn Engels even doen. Even de Engelse toetsen. Gaat goed hoor met mij. Ja. Goed zo, dankjewel Janine. Geeft niks, dan weet ik genoeg. Fijn dat ik het net zie. Top. Nou, en dan hebben we dus 4 sets stanzen. En deze zit al op mijn magneetmat. Dat is de papfles. En met de papfles ga ik aan de slag. En ik gebruik ook deze set. En hoe leuk is dat? Ik mag dus deze set weggeven. Ga ik ergens een keer in de middel van de wedstrijd doen, ja? Maar dit is dus een tekst. Het zijn allemaal teksten met matlagen. Dus little boy, little baby, girl, world, hooray, so cute. Welcome staat hierop. Papfles. En dit zijn shakertjes. Ik ga een lekkere shaker maken. Dit is hello world. En ja, een bab. Love is on its way. Baby is on its way. Zou ik dan doen. Zou ik hem van die erbij pakken. En hier heb je nog een alfabetje. Hebben we er nog bij. Nou, die zit nog helemaal netjes in de verpakking. Dat zijn het ballonnetjes. Dus daar kun je allemaal touwtjes aan hangen. Ook leuk. Nou, even kijken hoor jongens. Want dit en dit heb ik nog nodig. Zo blij dat mijn laptop dicht kan. Dit heb ik niet nodig. De stempels gebruik ik ook niet deze keer. Dat komt later wel weer een keer. Mits ik tijd heb. Want oh, wat is ze druk. Maar dat geeft niet. Ik heb al wat voorbereid. En komt mijn bakje weer. Vragen jullie hier. Ik krijg regelmatig vragen. Ze hebben ze in de webshop van vazen staan.
En daar zitten, dankjewel. Jij ook straks veel plezier. En lekker eerst even uitrusten, inderdaad. Die zijn van Vaassen. Dit is dan van een ander merk, hoor, maar dat maakt niet uit. Janine heeft ze van Vaassen te koop staan. En dan hebben ze daar ook nog weer een hele, dat is wel handig, een omdoos bij. Nou. Gesso. Ik weet niet, ik zou het met gesso doen. Als ik het niet vergeet, laat ik dadelijk mijn voorbeeld zien. Aan het eind van de rit, want ik heb een voorbeeld gemaakt. Maar ik weet niet of ik de gesso ga gebruiken. Ik denk dat ik het met de inkt ga doen. Want gesso, ik ben gewoon niet zo'n gesso mens. Nou, dit is wat ik heb gebruikt. Of wat ik al heb uitgestanst. Hier komt dus mijn papflesje achter. Of op. En ik heb hem dus uitgestanst. Gewoon tegelijkertijd. Dus ik heb even tijdelijk hier een streep tape gedaan. Dus onder op de kraft. Dan moet je even inbeelden dat dit nog kraft is. Streep tape gedaan. Mijn papier netjes erop gelegd dat hij goed gemat was. En ja, toen kon de stans er doorheen. Dus dan heb ik hem even lekker vastgezet. Nou moet ik gewoon even spieken hoor. Want ik moet Mika hebben, zie je? Ik was nog wat vergeten. Heb ik dat hier in dat doosje? Kwestie van te veel filmpjes maken en te veel lives gaan. En dan weet je het op de duur gewoon niet meer. Ik heb het hier gewoon in mijn doosje. Die papfles, die gaan we natuurlijk een shaker van maken. Dus die gaat dadelijk hier van achteraan dicht. Dus dat ga ik eerst doen. Dan is dat maar gebeurd. En ik vind, dit is wel hele smalle, maar ik gebruik toch maar de smalle. Ik vind de tacky tape dan eigenlijk wel het fijnste. Je weet zeker dat daar je mica aan vast blijft zitten. Dus die pak ik het liefst. Hoppa, alles is magnetisch op het moment. Dus dat. 3 graden. Oh, ik heb geen idee hoe. Maar ik heb zo gelachen, want ik liep dus achter de dijk daarnet. En toen kwamen er een oude stel aan wandelen. Niet zoveel ouder als ik, maar een jaar of. Nou ja, toch wel een jaar of 10, denk ik. 12. Ze zijn al met pensioen en dat ben ik nog lang niet. En ik zeg, je hebt het toch niet koud? Die zat helemaal zo in een dikke wintersjaal en een muts en capuchon omhoog. Nou, zei ze, dat viel me tegen toen ik hier de dijk overkwam. Die man ook. We hadden niet gedacht dat het zo koud was. Ik zei, nou, ik liep hier vanmorgen ook al om 8:30. Ik zeg, en toen was het bevroren. Ik zeg, toen was het nog kouder. Ja, dus, ik heb wel het idee dat er nu wel wat meer wind staat. En ja, wind is natuurlijk niet zo fijn, hè? En ik ga nu dus een shaker maken, maar dan even die statische dingetjes weg. Weer op de manier dat je een bakje maakt. Zo doen we het iedere keer even anders. Om het leuk te houden. Ga je doen? Even bij de les blijven. Daar kan eigenlijk nog wel een stukje af, hè? Dat is eigenlijk zonde. Even zien of ik een fatsoenlijke grote schaar te pakken kan krijgen. Nou, weet je, Mika Stanze, ik vind het. Het gaat wel, maar ik denk dat je, en dat heb ik dus nog niet geprobeerd, ik denk dat je je ijzeren plaat erbij moet gebruiken. Je dunne metalen plaat. Want ik heb hem dus de vorige keer wel ook gestanst in mijn gewone e-bosser. Maar hij was er niet doorheen. Dus dan heb je wel de vorm. Dus ik heb hem toen daarna gewoon weer geknipt. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan poetsen we hem even een beetje op. Ik heb hier gewoon een Swifferdoek. En er zit nog wel een standje wasverzachter aan. Tip van iemand. Geen idee meer van wie, maar schijnt te helpen. Nou, dit is voor de shaker. Deze leg ik even aan de kant, want dat is mijn basis. Deze heb ik bedacht. Dan moet ik even mijn witte inkt. En dan ga ik, nou ga ik mijn inkt klodderen. Zeker gezond weertje. Echt wel. Jullie zijn dat bij Janine gewend. Ik ben het eigenlijk niet zo gewend om het zo te doen. Maar ik heb wel zoiets. Ik had het tevoren heb ik met dingen gedaan. Met gesso gedaan. Ik had het idee van. Ik weet niet. Ik moet ook zeggen dat ik het hier niet echt op zien vallen. Maar dat komt omdat papier al zo licht is. Dus dit heeft eigenlijk weinig zin. Wat ik nu aan het doen ben. En we zullen maar denken. De bezigheidstherapie. Ja, je ziet het iets. Alleen ik zie het. Moet ik dan toch naar. Nee, ga kijk, hier zie je het wel op. Ja, misschien jullie niet, maar ik zie het wel. En dan vind ik dit toch fijner. Dat is wat. Ja. Net wat chiquer.
Dat gesso is wat dikke dodderig, zou ik maar zeggen. Dat is niet zo ik. Ja, kan je er ook niet aan doen. De een houdt hiervan, de ander houdt daarvan. Hier hoeft het niet op. Ik heb nog een strook kraft nodig. Want ik wou hem aan de zijkant over laten lopen in een strook met kraft. Is dit lang genoeg? Nee. Dan ga ik even een strookje snijden. Ja, die vraag kreeg ik ook laatst van iemand. Van wat vind je handiger? Want de ene keer snij ik inderdaad met deze machine. En de andere keer pak ik mijn hefboom van Tim Holtz. Eigenlijk vind ik dat geen vergelijk. Ik vind deze machine vind ik fijn om te snijden. Daar kan je en mee snijden en mee rillen. En mijn hefboommachine is gewoon om de... Als ik een beetje een rafelrandje heb, wat ik dus niet meer wil hebben. Dan vind ik... Daar die hefboom weer fijner voor. En voor korte stukjes om af te snijden. Goedemiddag, wie dat binnenkomt. Dus op het kraft zie je het ook wel, het wit. Maar gewoon wat lichter. Dat vind ik toch wel mooier, hoor. Hup, ik ben niet op z'n kop gegooid. En ik heb het idee dat dit dadelijk niet overal aan zit. Ik kan het mis hebben. Ik moet wel even oppassen voor mijn shaker gedeelte natuurlijk. Dat ik dat niet onder de inkt smeer met mijn vingers. Dan heb ik zo'n klollen. Zo. Nou, dit is gewoon op de snelle manier. Laten we ook eens een keer snel zijn. Nou, wat wil ik nou doen? Deze moet even drogen. Dus die moet even daar naartoe. Even kijken. Wat heb ik? Die en die. En daar gaat dus de witte dadelijk weer af. Is deze lang genoeg? Ja... En dat komt allemaal maar net uit hoor, maar het gaat. Dus ik ga deze daar tegen aanzetten. Doe ik maar even met de tape. Gaat zeker zo snel. Snij filmarchief. Je schrijft iets verkeerd. En dat is zo hilarisch soms. En dan staan er soms zulke rare woorden. De snijrilmachine bedoel je waarschijnlijk. En ik lig er nou weer helemaal uit. Ik zie jullie niet meer. Maar goed, ik kom wel weer terug, hoop ik. Het zal toch niet zo zijn dat ik nou dadelijk mijn... Ja, ik begrijp je hoor. Je snijt een rilmachine. Stond er toch wel grappig, vond je niet? Nou ben ik benieuwd of dat die nou nog weer doorloopt. Dan kan ik dadelijk mijn laptop nog aan gaan zetten. Krijg je dat nog? Oh nee, ik zie nog weer een reactie. Dus we houden moed. Nou, ik hou hem even langs dit randje. Oh, weet je wat? Ik ben hem vergeten. En doe ik dadelijk. Kan dat hier niet meer doen. Mijn materialenlijst erbij te zetten. Maar doe ik dadelijk boven de film, hoor. Als ik klaar ben. Dan kunnen jullie dat handiger zien. Anders moet je even naar Facebook Live gaan op de site van Hobby Vision. En dan februari aantikken. En dan kom je bij onderaan. Helemaal naar beneden. En dan zoek je even Corine op. Kijk, deze gaat er helemaal af. Want ik wil aan de zijkant wil ik een strookje bruin. Gewoon omdat ik dadelijk een witte papflesrand eroverheen ga zetten. En ik vond het dan wit op wit. Ik wilde toch wel een beetje verschil van kleuren. Moet ik even mijn machine. Stop. Ja, ik vind dat altijd soms hilarisch. Ik had gisteren iets geschreven naar een collega. Ik zei, ja, die... ik dacht dat er stond die kerst. Stond de ketst. Ze zegt, wat bedoel jij nou? Ja. Dat doet je woordenboek. Ik vind hem te strak. Oh jee. Hij zat al vast. We gaan even een klein... Want ik wil maar een klein smal randje. Dat is natuurlijk wel even uitzoeken met de tape. Deze rand is trouwens uit de Planner Essentials serie. Maar ook die heb ik gelinkt als het goed is. Dus die staat ook op de... Kijk, en dan komt deze hier aan deze kant. Gewoon echt zomaar... Dadelijk raakt de fles net. En dat mag. Van mij. Dat mag hem raken. Nou, dan heb ik hier de basis in ieder geval van opgezet. Twee kleinkindjes onderweg. Oh, wat leuk. Gefeliciteerd. Gezellig.
Dat wordt druk voor oma en opa. Als het tenminste en oma en opa zijn natuurlijk. Hè, want ik ga daar nou van uit. Maar dat is niet altijd een gegeven. Even kijken. Ik doe hem wel een beetje tegen de rand aan. Zo. Waarom doe ik dit nou eerst? Ik moet daar een kantje op verwerken nog. En kijk, hier moet ik dus met, als ik dit met mijn machine doe, moet ik even oppassen. Want ik heb van de week flink met dat ding in mijn vinger gestanst. Misschien hebben jullie het wel gezien. In mijn hand. Het is nog een plekje. Dan komt daar een kantje op. Kookkantje. Kook moet er een kantje op hebben. Komt al touw. Ik heb nog geen touw nodig. Dat is nog te vroeg. Ik wil hier een kantje overheen. Nou, dan gaat dus mijn tacky tape weer. We hebben het in soorten en maten. Nou ja, dat is nodig. De ene keer gebruiken we dit en de andere keer gebruiken we dat. Even kijken hoor, dat hij losgaat. Binnen een jaar 3 kleintjes. Oh, wat leuk. Ja, dat is de, zo, er zit ook wel aardig verschil in, hè, 30 en 19. Maar ook leuk, ook een leuke leeftijd. Ik heb voorlopig nog geen kleinkindjes. Ze denken nog niet aan een vrouw, dus vrouwen kosten te duur, zeggen ze hier. Zeg ik, nou, je doet net of je moeder ook zo duur is, valt toch wel mee? Zoveel kost ik niet. Nee, ze kunnen niet de waarde vinden. Ik weet niet hoor, of ze zijn veel eisend, dat kan ook. Dan denk ik, er loopt er genoeg zat leuks rond. Maar ja. Ik moet het er niet mee doen, hè? Ik plak hem even gewoon in de midden en ik plak hem even een klein stukje door. Dan kan ik hem dadelijk aan de achterkant vastzetten. Vind ik mijn kant altijd wel net wat fijner. Waar is mijn... Oh, zal ik even mijn inkt dicht doen? Het is wel wit, maar het droogt misschien al uit, hè? Kijk, dan komt daar een klein stukje. Om het vast te zetten. En hier. En dan als ik het goed heb. Kan ik deze. Ach, ik moet echt goed nadenken. Ik heb hem van de week al zitten maken. En dan, maar daarna nog weer andere filmpjes al zitten maken. Want ik wil altijd dat er van alles klaar staat. Volgende week een paar dagen naar de beurs. Ja, dan kan je niks doen thuis. Dus dan. Kijk. Zo zit het er mooi strak op. En dan gaan we deze, en die ga ik gewoon maar met lijm vastzetten. Want als ik hier tape, of zet ik hem toch met tape vast? Ja, eigenlijk moet het kunnen, hè. En het zit toch altijd wel iets of wat scheef. Maar ik ga het gewoon op de manier doen. Eén kant los. En dan vastplakken. Het moet lukken. 7 kleinkinderen. Oh, wat leuk. Wel leuk in die verschillende leeftijdsklassen natuurlijk. Ja goed, ik zie die kleine man dan eigenlijk bijna niet. Ondanks dat we eigenlijk gewoon wel op het dorp wonen, bij elkaar. En wij hebben er dan ook sinds kort weer eentje in de familie. En die is nu een half jaar. Tot tijd dat ik hem weer eens zie. Ik heb hem voor het laatst gezien rond de kerst. Schandalig eigenlijk, hè. Maar ja, zo gaat dat. Zeker in deze tijden was het gewoon een beetje te lastig. En dan was die ziek en dan was die ziek. Ja, dan ga je elkaar niet opzoeken, dat kan niet. Dus ik heb hem alleen maar op de film gezien. Het is een scheetje. Maar ja, dat zegt denk ik iedereen, hè. Als een nichtjes, neefjes, kinderen, kleinkinderen, noem maar op. Ja toch, zijn we toch allemaal trots op. Dan ga ik even staan. Want ik wil mijn fles, die moet natuurlijk gewoon goed zijn. Wordt er gewoon stil van, want ja, dit is vallen is dicht. En nou is het helemaal nog lastig om te zien, omdat ik die witte rand er aan gemaakt heb. En dan zie je het niet zo goed of je wel goed of er niet goed recht zit, want dan denk je het zit scheef, maar aan de andere kant heb ik toch ook zoveel, dus ik zit niet scheef. Nou, dit is echt wel echt een leuke. Ik heb hem ook al gecombineerd met nog iets, met nee, ga ik niet zeggen waarmee. Die komt volgende week zondag online. Dus dat ga ik nog niet zeggen. Dat is eigenlijk nog een verrassing.
Maar deze papfles is echt wel heel, heel, heel leuk. Oh, dat is heel droevig. Dat snap ik, Karin. Ik heb eigenlijk 11 jaar in hetzelfde schuitje gezeten. Nooit gedacht dat ik ooit een kind zou krijgen. En toch heb ik ze gekregen. Dus ik snap het, dat is heel, heel verdrietig. Goed. Dit is mijn begin. Die zet ik nog even vast. Daar zet ik nog weer een tagje, want het moet... nee, kantje doe ik later. Nee, doe het later. Of het kantje heb ik al. Het... ja, hoe noem ik dat ding nou? Ik moet mijn lijmpistool aanzetten, want ik moet dadelijk wel iets vastlijmen. Wat is wijsheid? Wat ga ik nu doen? Ik ga een bak maken. En die ga ik hier, mijn bakje maak ik op deze. En dan heb ik, oeps, alles rolt eraf. Zo gaat dat soms, hè. Even kijken hoor. Want we gaan een bakje maken en ik moet even mikken. En dat kan je het beste doen even zo. Dan leg je hem ernaast. Oké, ik wil dat hij dus daar aansluit. Maar ik wil mijn bakje eigenlijk niet in zicht. Ongeveer zo. Dan komt hij niet in zicht. Dan heb ik er ook geen last van. Daar. Dan ben ik mijn schaar kwijt. Maar ik zoek eigenlijk mijn... Juist die. Mijn teflon. Die. Die is gewoon wel wat fijner. Dan kan ik aan die kant. En ik doe het, ja, niet schrik hoor. Maar ik ga echt heel de bende vol zetten met dit spul. Zo. En dan ook echt aansluitend. Mocht er ooit een gat in het shaker gedeelte komen. Dat het dan toch binnen de kaart blijft zitten. Want ik ga ook met van die hele kleine beds aan de slag. Die zijn zo leuk. Dat zijn deze. Die staan ook gelinkt. Kaviaarbeds heten ze. Is niet geweldig? Dan moet ik even kijken, want dat moet heel smalletjes. Dus ik ga zo ver mogelijk zo. Ik denk dat ik dan wel goed zit. Ik hoop het. We gaan het zien zo meteen. Niet zo scheef plakken, Ko. Maar als je een gedeelte verhoogt van je kaart, dan moet je natuurlijk ook dat gedeelte verhogen. Nou, daar zie je niks van, hè? Dus dat is goed uitgekind als ik het zo zie. Top. Dan moet hij dus nog van boven. Dan moet nog een stuk in, een stuk tussen. En dat doen we om en nabij. En dat mag best iets hoger, hoor, want als schudt het naar boven, dat vind ik niet erg. Ik heb liever dat hij iets te hoog komt dan iets te laag. Nou, en ik ga hier gewoon nog een keer. Ik zie dat ik hier in mijn hoekjes niet echt perfect bezig geweest ben. Hoe? Ene dingetje bewaar ik even. Die plak ik even daarop. Even denken. Ik denk dat het handigst is zo. Kijk, dan is dit gat is opgesloten. Dat hoekje daar sluiten we ook even goed af. Ja, ik ben altijd bang dat het eruit komt. Dus ik doe altijd wel... behoorlijk veel wat spul erop. Zo, en dan, want dit stuk kan ik dus afsluiten. Dan even kijken hoor, hoe breed dat ongeveer is, waar dat ongeveer moet. Ja, ik doe altijd maar een beetje gokken. We gooien er toch een dot van dat schutspul in, dus dat moet goed komen. Dan heb ik hem ertussen gefrommeld. Kijk, als je hem er goed tussen gefrommeld kan krijgen, zit hij vast. Nou, doe ik het daar in het hoekje ook nog maar even, voor de zekerheid. Ik hoop niet dat het in beeld komt. Zo. Nou, en hier van boven nog een stuk. Wat een geplak, hè? Ja, het moet goed dicht zitten. Die komt daar. Oeps. Nou, zal ik daar ook nog een klein frutje doen? Dan is echt alles dicht. Dan hebben we, als het goed is, alle hindernissen getackled. Kijk, en het meeste wat ik gebruik, wat ik ga shakeren. Kijk, die komt dan dadelijk zo.
Nou moet ik natuurlijk eerst mijn shake materiaal maken. Waar zijn mijn stansen gebleven die ik ging gebruiken? Het zou heel fijn zijn als ik... Oh, ja, wou zeggen dat ik dat wist. En dan ga ik tutjes. Jullie noemen het geen tutjes, hè? Ja, sommigen noemen het ook tutjes. Tutjes en hartjes. En dan ga ik van de kraft ga ik hartjes draaien. En van de tutjes ga ik... die ga ik het weer doen. Dus... Hier heb ik ze. Kijk, daarom bewaar ik ook al tegenwoordig echt al die kleine strookjes. Ik moet eigenlijk wel even mijn mica schoonmaken, zie je. Tutjes. En ik moet een strook kraft. Ik had toch net ook kraft? Kijk, die passen er dan mooi doorheen. Naast elkaar. Dus twee vliegen in één klap. Waar zijn ze? Tutjes in het wit. Sorry hoor. Je hebt een aardige rol. Ja, maar dat zit op zo'n hele grote rol, Carla. Dat is van Heffy Doodle. Dat is wel heel fijn, want het is smal. Dus ik ben er wel... En het is 3 mm hoog. Het is net iets hoger dan de rest. Zal ik het even laten zien? Heffy Doodle. 3D foam tape. 3 mm diep foam tape. En dan is het 5 mm. Dus het is een halve centimeter breed. Weet je, de meeste is allemaal net een beetje te smalletjes. Of ja, dat is het allemaal net niet. Nou, ik ga ze gewoon inmikken. Want ik heb al ervaren met mijn andere schudder. Ik wil het dan allemaal netjes leggen. Maar dat gaat toch niet. Want het schudt. En omdat het dus een halve of 3 mm hoog is. Kijk, dan ben ik zo'n muts. Dan wil ik dat allemaal de mooie kant op. Hè. Daar moet ik eigenlijk niet te moeilijk in doen. Mis een tut. En ik moet het 4 keer, jongens. Ja, sorry, maar er moet toch wel wat in, hè? Oh, maar weet je wat ik nog gedacht had? Dat is waar. Ik vond dit een beetje saaiig overkomen bij die andere kaart. Bij mijn voorbeeld. Dus ik moet even mijn papier van de kraftlap erbij. En dan denk ik dat ik het eigenlijk wel schattig vind om daar gewoon een... gaan we baby little boy heb ik daar... Dan maken we een little girl van. Kan ook. Ik ga het lekker met wat gelige doen. Ik ga nog een strookje geel erin plakken. Want als het goed is. Even zien hoor. Die andere heb ik wit gelaten. Maar dan vallen je witte dingetjes ook niet zo op. Had ik eigenlijk eerder moeten doen hè. Maar het is maar een klein stukje wat je werkelijk in beeld ziet. Ja. Dus ik moet er nog een klein randje de hoeken even af. Als ik hem nou zo doe. Zit hij er daar nog weer tussen. Het is echt even knutselen met Co. Ga ik dat wel doen? Ga ik dat niet doen? Ik denk dat je het niet... Ik denk dat het... Nou, ja, het... Maakt het wel weer drukker. Ik heb de rest... Nee, ik doe het niet. Sorry. Ja, maak hem lekker blauw. Ja. Je denkt een meisje. Nee, ik laat hem wit. Want ik heb dadelijk goud ook erin. Dus we gaan het gewoon niet doen. Oh, niks is zo veranderlijk als koop. Dus ik hou het op mijn hartjes en mijn tutjes. Strookje. We hebben er al twee. Bijna. Volgens mij had ik ze 4 keer gedaan, ja. En dan komen er nog wat pailletjes en die prilletjes. Dat wordt wel een uitdaging, hoor. Moet ik even opletten, want die witte dingetjes wil ik er niet in. Die zitten uit de tutjes, maar die tutjes moeten erin. Ik ben even rommel aan het maken. Kijk, zo doe ik dat. Hebben jullie ook zoveel geduld? Ik knal het er gewoon zo uit. Dat is nog weer een hartje. Gaat daar gewoon nou een tutje naar beneden? Nee, toch niet? Het is zo leuk.
alles is leuk om te maken. Dat moet ik wel zeggen. Gele hartjes erbij. Ja, dat zou kunnen, maar ik wil het een jongenskaartje houden. Dus nee, dat komt goed hoor. Dadelijk zit het, is echt een beetje een, ja, eigenlijk wel meer zoals ik ben. Want ik hou eigenlijk altijd van dat je de rust bewaart. Dus dat je alleen die kleuren gebruikt. En dat geel-wit, dat komt later niet terug. Dus dan vind ik dat niet leuk. Dan heb ik er 3. Maar het kan, hè. Weet je, dus dan is het een optie voor jullie als je hem gaat maken. Je kan gewoon de binnenkant eerst bekleden. Daar een ander kleurtje. Je kan ook zeggen, ik zet daar een stempel. Kan je ook doen. Nou, heb ik nog ruimte voor die tutjes? Maar even een ander restje pakken. Ik heb er nog meer. Even zien. Dan stik je altijd van de restjes. Ja, hier heb ik hem. Wel de mooie kant naar boven. En dan stoppen we hoor met dit standen. Oh, kijk, ligt er nog één. Dan heb ik het met dit wel weer gehad. Dan gaan we voorzien dat het shaker gedeelte dicht gaat raken. Echt waar, Treintje? Oh, nou, ik maak ze de laatste tijd best wel vaak. Ik vind het altijd wel leuk. En ja, nou zijn er natuurlijk de laatste keer shakermallen uitgekomen van Studio Light. Hopla, zo doen we dat. Dus ja, dan ga je daar natuurlijk logischerwijs mee aan de slag, hè. Maar daarvoor deed ik het ook al hoor. En eigenlijk ook altijd op verschillende manieren. Want er staan op mijn YouTube kanaal veel filmpjes van op. Ik heb het ook vaak gedaan met, en dat staat ook daarop, met een bakje zal ik maar zeggen. Dus dat je 6 keer de papfles uitstanst als het ware, je frame. Dan maak je je shaker alleen van papier. Dan heb je geen foamtape nodig. Even kijken. Dus je zit met de kleppen, maar je moet wel even opletten waar je alles laat. Anders ben je het weer kwijt. Dat gaat even daarheen. Nou, wat ga ik nu doen? Kijk, want er komt het is een beetje goud bij. Deze zijn van de Karen Joan collectie. En die zijn ook wel heel fijn. Er zitten verschillende maatjes bij. Dit is nog uit mijn kraaltjesjaren. Dat hebben jullie vast ook wel. Gewoon wat grotere pailletjes. Dus er komt groot en klein in. En nou komen de pailletjes of die prilletjes zo. Maar ik ga nou eerst het laagje eraf vissen. Want als ik dat moet doen als de prils erin zitten, dan komt het niet goed. Eerst even de kleintjes. En geluk dat ik nog weer een beetje nagels heb. Hups. Die gaat gewoon los. Dus die doen we even met de prikpen. Ik geloof dat ik die heb. Hups. Oeh, zie je? Want dan schudt het heen en weer. Ja, en dan moet je zulke beefhanden hebben, net als ik. Dan zitten echt je prils hier allemaal bovenop. En dan krijg je het niet meer dichtgeplakt. En ik vind ze zo leuk. En ze rammelen lekker. Kijk, want dit shaker materiaal rammelt natuurlijk niet zo. Hè? Dat, maar kijk hoor, dat wordt een uitdaging. Oh, gaat goed hoor met de vinger. Kijk wel. Ze zijn een beetje statisch. Vergeet niet dadelijk om je... Kijk, dus dan doe ik dat zo. Hoor je het? Daar vallen ze al. Daar liggen er al een dotje in. Heb ik een lepeltje gehad, dus ik doe een heel klein beetje boven dat bakje. Hopla. Nou, dat vind ik genoeg. Het hoeft niet te overdaan. Dus joh, dat doe je jaren mee met zo'n bakje. Oh, ik wil nog meer kleuren. Oh, nou liggen er alweer een dot op mijn bureau. Dat zijn wel van die dingetjes als je op je blote voetjes loopt. Dat kan dan zomaar een beetje pijn doen, denk ik.
Dus ik probeer ze er gewoon nog even bij in te gooien. Nou, die hebben we gehad. Dan moet ik eerst even nog mijn shaker aan de binnenkant even weer een keertje poetsen. Dat ik zeker weet dat ik daar geen vuiligheid heb. Zit dat dan van buiten? Ja, dat zal wel, dat moet wel, want als je hem van binnen schoonveegt, is die van buiten. Nou, en dan gaan we, hè. Oi, oi. Oi, oi. Zie je, dat springt al. Door het wrijven heb ik hem natuurlijk toch weer statisch gemaakt. En dit is wel even een dingetje, hoor. Hij staat ook ietsje krom. En nou is het een kwestie van... Het is een kwestie van geduld. Dat is ook een goed nummer, hè. Ja, dat is toch stom, hè? Altijd als ik bezig ben, dan schiet er altijd wel een of ander liedje in mijn gedachten. Nou. En nou. Op hoop van zegen, hè, dat hij dicht zit. Als het goed is, moet hij helemaal dicht zitten. Nou, hij zit toch lekker vol. En hij staat nog wel statisch, maar dat heb ik met de andere. Als je hem dadelijk een paar dagen geschud heeft. Dus ik ga er elke dag even een uurtje mee schudden. Nee hoor, gekke geit. Dat is echt gekke geit. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Nu gaan we het volgende uitstansen. En dat zijn de papfles onderdelen. En dan heb ik dus nodig... Moet ik even goed nemen. Ik hoor ze gewoon naar boven springen, die kleintjes. Dan heb ik dus die nodig. En ik heb deze nodig. En dan heb ik hem in twee kleuren, ga ik het stansen. En dat kan gewoon door het kleine machientje, dus dat is het punt niet. Maar wat had ik nodig in het wit? Alleen de dop. Dus voor de dop heb ik weer een restje. Dus die kan alleen. Te goed opgeruimd. Hij is mijn stansmachine. Af en toe ruim je te goed op, hè. De dop. Dopske. Heb ik nog meer nodig om te stansen? Ja, maar dat moet dadelijk. Dus ik zal even proberen. Ja, ik weet je. Maakt het ook uit. Ik heb alleen het bovenste dopje maar in het wit nodig. Een silhouette of een Cricut? Nou, zal ik je wat vertellen? Die heb ik staan. Ik heb een Silhouette Cameo 3 staan. Ik gebruik hem hooguit 2 keer per jaar. Dus echt aan mij niet besteed. Gewoon zonder geld geweest. Nou, ik heb hem gekregen. Dus dat is op dat punt nog niet zo'n ramp. Maar ja, zoals ik al zeg, het is zonder geld geweest voor mij. Ga mij maar stansen. En ja, die kosten wel geld, maar dan moet je even goed nadenken wat je denkt van, oké, dat vind ik leuk. Het nadeel vind ik ook van een, en dat is als je stansen gewend bent. En dat vind ik dan een nadeel van een Cricut. Of een, ja, Cricut ken ik niet, dat mag ik niet zeggen. Maar van mijn Cameo vind ik dan die embossed niet. Dus je hebt dus echt wel gewoon een, ja, zeg maar een beetje saaie... Je kan er niet een mooi verdiep dingetje in krijgen. Kijk, nou moet je denken, wat ben je nou aan het doen, Ko? Normaal doe ik dit. Ik wil een smal randje hebben. En normaal doe ik dat op mijn grote machine. Maar dan is het natuurlijk een hoop herrie. Dus ik heb... als het goed is, heb ik breed zat zo. Gaat er net niet door. Hopla, zo wel. Ik heb die rand nodig en een stuk van de bovenkant. Dus ik hoop dat ik hem een beetje recht heb weggelegd. Niet echt, zie ik. Dat is echt altijd een beetje mikken. Normaal heb je natuurlijk een magneetmat. Carnaval! Ja, dat doen we hier niet aan. Ik snap best van de mensen die dat gewend zijn, dat die daar de kriebels van krijgen. Dat kan ik best wel begrijpen. Je krijgt de kriebels van de beurs, dus. Je kan maar ergens de kriebels van krijgen.
Carnaval heb ik nog nooit. Heb ik ooit één keer gedaan. Ja, als je daar niet mee opgegroeid bent, dan snap je dat eigenlijk niet zo, denk ik. Of je moet daarvoor openstaan. Ik sta daar niet echt voor open. Even kijken. Die heb ik nodig. Die heb ik nodig. Deze dus niet. Dan mijn smalle rand heb ik nodig. Dus we gaan hem weer even loshalen. Binnenkant niet. Binnenkantje niet. Oké. Dit kan even op de... Oh, even op de broek. Dan heb ik deze niet meer nodig, dacht ik. Dan heb ik dadelijk deze nodig. Maar dat doe ik dadelijk. Ik ga nu eerst dat randje er even omheen zetten. Dat jullie ook even zien hoe die echt afgewerkt gaat worden. Dus eerst alleen het randje. Want ik heb dadelijk nog wel... En er komt natuurlijk her en der even een beetje witte verf aan. Zat ik ook nog te bedenken. Je zou het ook nog met acrylverf kunnen doen. Maar goed, deze is wel lekker wit hoor. Je ziet het al. Ik heb mijn nagels al bijna wit gelakt. Ze zijn trouwens vies, zie ik wel. Niet zo netjes. Zo ben je niet opgevoed, Keukje. Het zal mij benieuwen. Ik heb mijn was voor het eerst weer erbuiten gehangen. Ik denk, kom op, laten we het eens proberen. Het hangt in de zon en het waait als een gek. En de, ja, je zou toch moeten denken, dat moet lukken. De stoep droogt. Zo ben ik het altijd geleerd. Hè? Als de stoep niet droogt, droogt je was ook niet. Even kijken. Doen we even netjes met de pincettert. Kijk, dan is dat mooi afgewerkt. Hoppata. Klaar is dat. Dan komt zijn dopje erop. Alleen, zijn dopje die ga ik bewerken met... Oh, ik ga wel stotteren ook. Bewerken met embossingspoeder. Dus die doen we even lekker hierin, in de Versamark. Oh, en nou had ik... Nou, dan pak ik even dat papiertje erbij. Want dat mag ik wel eventjes zo doen. Ik ben vergeten om mijn kopieerpapiertje. En dit is zo'n leuk spul. Dit houdt je kleur van je papier. Dus of je het nu... Whoops. Of je het nu maakt met... op bruin papier of wit. Het is alleen maar een soortement van embossingsglitter. Transparante pailletten. Wat vertaal het is, ik denk Frans, hè? Want Isink is Frans. Poudre à embosser. Transparante paillette. Pailleté. Pailleté. Alleen nu krijg ik een uitdaging. Ik moet hem even... Juist. Hij moet even verhit worden, dus ik moet even herrie schoppen. Maar ik wil niet te veel... Oh. Eigenlijk kan dat niet, hè, die groene mat. Maar ja. Hopen dan wat in brand krijgen. En deze verhit wel heel snel, hoor. Volgens mij is die al helemaal gesmolten. Ik vond het anders zo de tut, zo wit. Nou is het net of er een melklaagje overheen zit. Als je een beetje fantasie hebt natuurlijk, hè. Oh, wat een muts. Wat een muts. Ja, terug. Ik ben wel vergeten. Dat is echt dom. Gaan we dat zien? Dan ga ik je het uitleggen, wat ik vergeten ben. Ik moet eigenlijk, dus deze moet er weer af. Ik hoop dat dat nog lukt. Praten en breien. Gaan jullie nou weer weg? Oh nee. Ik dacht dat die weer uitging. Oh, wat dom. Ja, er moet hier nog een laagje tussen. Dat is wel heel dom van mij. Nou, dat heb ik wel genoeg keren dom gezegd, hè. Gebeurt ook altijd wel iets wat ik niet... Dat... Eigenlijk moet ik zo'n kaart gewoon niet van tevoren maken. Want ik wil hem dan hetzelfde maken. Ups. Nou, dat eraan blijft zitten is niet zo'n ramp. Ik kan deze gelukkig nog gebruiken.
Nou, dan denk ik dat het leed geschiet is. Dan valt het nog mee. Ik heb gewoon nog een witte papfles nodig als onderkant. En het hoeft natuurlijk niet per se, maar ik vind dat wel net weer wat mooier. Dus moet hij er gewoon weer even af. Doen we hem dadelijk weer even op. Zo. Ik heb hier nog een restant papier, maar dat gaat er natuurlijk niet helemaal door. Dus dat knippen we even uit. Ik denk dat hij er wel zo doorheen past. Maar niet helemaal. Het is ook niet zomaar gedaan, hè? Maar ja, dat zou ook niet leuk zijn ook als hij zo à la minuut klaar was. En weet je, ja, ik ben dan altijd wel zo, ik knip niks eruit, want van mijn fouten kunnen jullie leren. Dus dit doen jullie gewoon niet fout. Ja, echt hè? Oeh, je bent al ziek thuis, dan moet je niet... Nou, blooper. Foutje zullen we maar zeggen, hè? De kink in de kabel, ik had hem gewoon ook zo door kunnen maken, hoor, maar dan vind ik hem gewoon niet zo mooi. Dan mis ik daar gewoon weer net een stukje van, dus ja. Nou goed, dan gaan we nou eerst die bruine maar hierop zetten. Terug met die papfles. Want ik zat zo op te letten, want ik moet dat bruine gedeelte wat dadelijk hier bovenop komt. Allee, even de zooi weg. Wat hier bovenop komt, dat smalle randje. Nee, er komt hier nog een strookje op van boven. En ik dacht, daar moet ik erg in houden, daar moet ik erg in houden. En dan heb ik geen erg in dit. Want daar moet een touw omheen. En als die er al op vastgeplakt zit, dan lukt dat niet meer. Dus dat. Gaat die nog verstopt zitten ook? Als één ding tegen gaat zitten, gaat het vaak meer tegen zitten, hè? Ach, hij zit er bijna weer op. Dus, zo'n grote wereldramp was het niet. En wat ik al zei, als je dadelijk kijkt, dan zou je zeggen van, oh Joko, had lekker laten zitten. Had niemand geweten. Maar ja, zo ben ik niet. Ik wil het dan wel gewoon naar mijn zin hebben. Kijk, en nou komt die papfles zo. En daarom zei ik net ook al, hij komt hier echt op het nippertje. Hij komt er gewoon boven overheen. Maar dat mag. Gaan we even opletten dat hij niet de dingen raakt. Mijn Mika. Kijk. Ietsjes nog naar boven. Ietsjes nog opzij. En dan zit hij erop. Toppie-oppie. Nou, dat. Dan moet ik hier omheen. Wit. Dus dit kan weg, dit kan weg. Wit moet ik hebben. Want als je natuurlijk ergens aan begint, dan moet je het wel eigenlijk overal een beetje doen. Dan moet ik nog wat stansen, want dat moet daar aanhangen. En dat is de dop. En ja, het zal toch zomaar zo zijn dat je op stap gaat met je kleine en... je bent de dop van de papfles kwijt. Dat kan natuurlijk niet. Dus de dop gaan we er even nog bij stansen. Nou, die kan mooi hieruit. Ook die moet weer vast. Ja, dat vind ik dan wel een nadeel als ik het dus met dit machientje doe, dat ik alles vast moet plakken. Maar ja, anders krijg ik het niet gedetailleerd uit. Uit wit halen we die. Dus dit is het restje wit. De doppie. En dan moet hij nog weer... Dus zo gebruik je wel alles wat je eruit gestanst hebt, moet je gewoon bewaren. Want dat maak je gewoon op. Hij staat te dansen op mijn pincet. Dan heb ik hem dus nog een keer nodig alleen. Uit bruin. Ups. En ik heb de
reinforcer nodig. Maar die had ik volgens mij al hierin zitten. Ja, dat is een mazzel. Dat komt omdat die met de tweeën gestanst worden. Oh. Oh. En die reinforcer. Doe het nou gewoon even zo. De reinforcements, die moet je, is wel zo handig. Ik heb zo'n zo'n rol van Craft Emotions. Die hebben ze volgens mij ook bij Janine, maar ze hebben ze ook in deze pakketjes. En daar zit, dat is Easy Connect Tape. En dan heb je gelijk een plakrand aan de achterkant. Dan ga ik je eerlijk vertellen dat ik dat bij de ene natuurlijk weer vergeten was, bij de bruine. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik krijg hem toch wel... gedaan. Die daar, anders ben je hem kwijt. Deze komt dus nu achter de deze. Even de rommel weg, want het is helemaal niet meer in beeld, hè. Die heb ik nodig, dit niet. Dit ook niet. Het zijn net nog weer boogjes voor een regenboogje, lijkt het wel. Zou je ze voor kunnen gebruiken. Nou, die komt daar bovenop. En je hoeft niet overal lijm te doen, hoor. Mag natuurlijk wel, maar het hoeft niet. Nou, het handigste is natuurlijk om die dan gewoon om te draaien. En daar weer op te zetten. Dan zit die vast. Dan komt de bruine reinforcer erop. En die had ik dus niet met de tape gedaan. Ik heb dadelijk nog een witje nodig, die is wel met de tape. Geen idee hoe laat we al leven. Oh, wat zijn jullie met een boel? Zal mij niks verbannen, keer. Dat is een beetje... Ja, snap ik niet. Maakt het niet uit. Die komt met een touwtje. En hier komt dus ook een touwtje. Een beetje tape erachter. Want dan zit je... touwtje mooi vast. Nou, dat was te lang. Maar goed dat ik een oude broek aan heb. Nou zit helemaal mijn broek al vol met tape. Washi tape, gewone tape... Nou ja, dat maakt niet uit. Dadelijk gaat die broek de was in. Maar dan rusten we het er wel af. Even zien hoor. Ik wil twee randjes hebben met touw. Of eigenlijk niet zulke hele lange. En hoe had ik dat nou gedacht? Ja, zo. Ik weet het alweer. Kijk, als je die nou zo daar overheen doet. Precies over het naadje. En dan vast. En dan het overschotje gaat daar natuurlijk weer af. Dan kan je nog weer gebruiken. En dan ja, wel naast elkaar. Dat vind ik het leukste. Komt dadelijk wel goed. Foam tape, maar dan de minder dikke. Want anders wordt het wel erg dik. Dit gaat natuurlijk... of zou ik het met de hete lijm doen? Kan ik natuurlijk ook doen. Staat ook niet voor niks aan. Die komt daar. Ga ik maar doen, dan zit hij sowieso vast. Pas op voor je vingers. Zo. Dan kan die tutten. Die speen. Zo moet ik het zeggen, het is geen tut, het is een speen. Die kan daarboven. Nou, en deze komt eraan te hangen. Even zien hoor. Had ik nog meer touw nodig? Dadelijk. Klein stukje, denk ik. Even zien hoor. Ga ik hem gewoon strikken. Kan ik ook doen. Gewoon met een strikje. Ja, zit hij ook. De andere. Even zien hoor. Dan moet ik aan... Oh, dat is wel een heel end, hè. Dus er moet wel een heel stuk af. Ga ik gelijk eerst doen. Veel te lang. Dat kan ik dadelijk gebruiken. Het is niet zo pluizig ook. Ik wou het anders zeggen, maar je moet het netjes zeggen. Pluizig. Ja, en zo zie je met dat schutmateriaal. Want dat is zo leuk dat dat er allemaal bij zit. Dan kan je eigenlijk van alles zelf er extra aan toevoegen. En dan heb je het allemaal in dezelfde kleurtjes. Oh,
Moet wel een beetje eenzelfde strikje hebben. Dat vind ik dan weer wel fijn. Dan heb je eenheid. En je ziet als die dus plat ligt, heb je dus niet echt een kleurtje nodig aan de onderkant. Maar als je hem echt specifiek met gekleurd papier en jij zegt van, oh ja, ik vind het wel leuk, dit of dat erbij aan, dan kan dat. Ja, ik ben van de strikjes, hè, dus er moet even een mooi strikje op. Oké. Nou, die fles die hangt mooi te bungelen. Omdat die heen en weer gaat, die dop, vind ik, dat mag aan de ene kant wel, maar ik wil niet dat die overal komt. Dus ik ga er een stukje tape achter zetten. En dan blijft die mooi op zijn plek. Zo. Dat is die. Nou, wat had ik daar nou nog bedacht? Dan komt daar nog aan de bovenkant. Dan moest ik die andere stansmallen set hebben. Ik heb dit nodig. En waar zijn die andere? Deze. Is ook zo schattig met die voetjes. Deze komt er nog op. Die ga ik nog even uitstansen. En daar stans ik zijn basis uit. Bruin. Dat red ik zeker net niet. Nee, dat is te klein. Hé, is heel dat stuk bruin al op? Nou, dat kan nooit. Maar goed, ik pak wel een nieuw stuk. Het is ergens voor zichzelf begonnen. Ik heb niet zo groot nodig. Dit moet ik in bruin. Kijk, dat past daar weer uit. Zo gaan de restjes ook op. Stansmachine. Die moeten we dus uit bruin. En ja, wat je over hebt, want ik heb natuurlijk nou weer een spenen over. En ja, die kan je weer voor een andere papfles gebruiken eventueel. Hè? Dus deze basis, die wordt... Komt hier van boven. Wil ik zien. Daar. En dan uit het wit. Dat is te klein. Uit het wit. Waar is dat wat ik had gedaan? Oh, ze leggen ook alles op elkaar. Je hoort niet goed van een mens. Ik heb het gelukkig over mezelf. Hè? Dus die. En de voetjes erin. Ga ik dat wagen zo los? Nee hoor. Ik heb nog een stukje tape hier. Ik zet het wel even vast met een tapeje. Dat is dat. En dan komt er natuurlijk nog een tekst op. Het is best wel... Wat vergeet ik? Ik ben zo lekker bezig dat je iets vergeet. Vergeet ik wat? Cadeautje weg te geven? Nee, dat vergeet ik niet hoor. Doe ik dadelijk, want dan kan ik meelezen. Anders zie ik het niet. Kijk. En dan had ik een stukje groen. Oh, opruim ik ook. Die daar. Gelijk even op de magneetmat. Anders zijn alle spulletjes dadelijk kwijt. Hupsa. Ik kan niet meer kwijt. Dan heb ik een stukje groen. Wat vergeet ik dan? Ja, die voetjes zijn leuk. Hè? Weet je wat ook leuk is? Dat je gewoon die voetjes zo her en der een paar naast elkaar, zo onder elkaar. Dan is het net of er een babytje gelopen heeft. Maar kijk, als ik hem nou zo op bruin zou doen, dan vond ik het weer zo bruin, bruin. Dan heeft hij hele bruine voeten. Hij krijgt nou groene voeten. Cuteness level 100. Oh, dat is wel heel veel. 1000, 10.000. Ik weet niet hoeveel nullen je geschreven hebt, maar dat zijn er wel heel veel. Ja, het is echt zo schattig allemaal. Kijk, die daarop. Komt toch het groene van dat weer een beetje terug. Ik ben eigenlijk mijn andere schaartje vind ik eigenlijk fijner om te knippen. Ik heb maar weer een verzameling spullen rond mij. En gelukkig dadelijk knippen we gewoon, of stofzuigen we gewoon alle papier even op. Nou, hupsa. Dat is dat. Ja, je zou het ook, als je het met een tapeje doet, die voetjes, als je dat met dubbelzijdig tape, dan kun je ze... Ik weet alleen niet of al die teentjes dan goed lukken, hoor. Kijk, hier heb ik een tapeje achter gedaan. Dan ben je natuurlijk gelijk klaar. Die komt hier weer bovenop. Nou, daar moet natuurlijk ook weer een kantje door. Even plek maken, want het is zo... zo volle bak. En daar moet natuurlijk... Oh, ik denk dat er hier een teen tussen zit.
Oh nee, er zit nog een stukje van dat papier. Steekt er net iets voorbij, dat is niet mooi. Ik dacht al dat ik een teentje zag. Dat is een teentje ertussen had gestoken. Nou, daar komt natuurlijk weer een beetje van dat wit op. Het verzacht een beetje het kraft. Een klein stukje kant aan de bovenkant. Even kijken of dat zo lukt hoor. Want het is altijd zo'n gepruts. Ja, je moet het eigenlijk schuin afknippen. Daar heb ik nou gewoon geen geduld voor. Gaat ook zo. Hoe je een plakkerig schaartje. Ja, met een babydoekje. Alcohol. Kan ook nog. Maar ik heb dit schaartje. Dit is een Teflon schaartje. Dus als het goed is, moet dat dus niet plakken. Nou, dan plakt daar wel eens wat aan. Maar dan laat het ook op den duur wel weer los. Dit is het klein wit touwtje. Dus als je dan. Ik maak hem dan schoon met een babydoekje. Billendoekje. En dat gaat goed hoor. Dan heb je hem echt wel weer zo schoon. Nou, dan wil ik dat kant een beetje uit elkaar. Zo. En ik wil hier natuurlijk ook weer een klein strikje op. Een innermini strikje. En dat wordt eerst groot. Maar dat wordt steeds kleiner. En dat mag best een beetje scheef zitten. Want dat, zo pietluttig ben ik nou ook weer niet. Maar het moet wel een mooi strikje zijn. Zo. Nou, die touwtjes die moeten er wel een stuk af, want dat is veel te lang. Dan gaat dat overal overheen hangen, dat is ook niet de bedoeling. Even kijken of ik hem nog ietsjes rechter gedraaid krijg. Zo. Nou, dan komt die hier van boven. Dus dat doe ik weer even met hete lijmpistool, want dan weet ik zeker dat het vast blijft zitten. Hoppa, niet helemaal van boven. Zo. Dan gaan we daar weer een tapeje overheen doen. Ben er bijna. Hebben jullie nog even? En dan gaan we de verloting doen. Dan ga ik de twee setjes weggeven. En dan zou ik vriendelijk willen vragen de dames die vanmorgen bij Jeanette gewonnen hebben, of die alsjeblieft niet mee willen loten. Want dan hebben andere dames weer een kansje. Het is toch altijd al wel een feestje hè, dat je wat kan winnen. Nou, dit heeft ze ook hè. Het staat in de webshop. Daar krijg ik zo vaak vragen voor over. Waar haal je dat? Het heeft Janine gewoon in de webshop. Alleen het stond niet altijd in de webshop, maar nu wel. Als goed is, staat het gewoon ook bij mijn gelinkte materialen. Dus je kan het gewoon helemaal maken. Nou, dit is echt, ja, zo, ja, maar helemaal mijn dingetje, mijn stijl. Oh, happy peppy. Daar word ik helemaal vrolijk van. Nou moet ik nog even twee teksten. En ik hou het gewoon op een baby boy. Nee, op een little boy. Nou, dit is boy. En dit is little. Ik kan ook baby doen, maar ik vind little gewoon wel lief. En dan kunnen jullie dadelijk ook zien het verschil. Dan moet ik nog weer een stukje kraft. Ik snap werkelijk niet. Oh, wacht even. Hier heb ik ook nog een stuk. Gaat dat hier uit? Ja, dat moet lukken. Dat moet lukken. En dan moet ik hem altijd wegleggen. Want als ik dat niet doe, dan schiet hij er toch weer vanaf. Dan komt dat ik gewoon alles overal op en onder heb liggen. Die. En dan moet deze. En dan doe ik hem niet, de letters doe ik niet met dat tape. Dat kan je wel doen. Maar ja, ik vind het fijner om ze gewoon erop te lijmen dadelijk. Maar dat is wat je zelf, ja, de lettertjes zijn heel fijn. Dus heel smal. Dus ik heb het idee dat dat er niet zo lekker, dan blijft het al die tape hangen. Nou, die twee hebben we. En dan uit het wit. Dus waar is een wittere stand? Hier. Even kijken. Dat moet lukken. Little.
Boy. Ben ik dan in de tijd gebleven? Nou, het valt nog niet tegen. Ik ben ietsjes vroeger begonnen. Maar dat was alleen even kletsuurtje. Zuinige ziel. Een zuinige ziel. Klopt. En toch niet altijd hoor. Ik ben niet altijd zuinig. Maar ik vind wel dit, ja, dit is trouwens, want dat heb ik ook gezien. Dat hebben ze nou ook bij Hobby Vision. Janine werkt er ook de laatste tijd veel mee. Dit is fluweelkarton. En dat is zulk mooi karton. Vind ik, hè. Ik werk er graag mee. Nou, dan moet ik eerst nog even dat hier nog een paar stukjes wit aan zit. En zoals ik al zei, dit is niet zo heftig. Gesso is heftiger. Gesso droogt ook wat geliger op, heb ik het idee. Dus dan moet ik even zien hoe die moet. Boy. Mijn pincet, van zo lukt dat niet. Nou, en wat ga ik nou eens even voor een vraag verzinnen, hè? Want dat is wel eens... oh ja, nou dat is eigenlijk wel een goeie. Volgende week zondag ben ik en mijn man de 20ste. Dan ben ik dus weer netjes thuis van de beurs. Zijn wij puntje, puntje, jaar getrouwd? En mijn vraag is aan jullie, hoe lang zijn wij getrouwd? Alsjeblieft geen 60 zeggen, want zo oud ben ik nog niet. Dus ik ben wel heel benieuwd of dat en ik ga niet, ik ga dadelijk gewoon even lukraak kijken voor wie dat heeft. Het zal niet de eerste goeie zijn misschien. Dus neem me dat niet kwalijk. Oh, op z'n kopko. Maar gewoon iemand die het goed heeft. Die krijgt dat. Oh, dat wordt ook nog wel uitgeschot, zie ik. Even zien. Die komt hier. En hier komen de Lidl. Dus ik ben echt wel heel nieuwsgierig of dat iemand dat gaat goed hebben. Even zien. Lidl. Ja, weet je, het toffe is, als je het goed hebt, dan win je dus die Sansa sets. En volgens mij heb ik er al eentje voorbij zien komen die hem goed had. Maar het gaat wel snel, dus. Dus ik ga dadelijk even terugscrollen. Nou, kijk dan ook schattig. Lidl. Oh, hij zit hier een beetje uit de haak. Ja, dan moet je me maar niet kwalijk nemen. Lidl, die komt daar. En dan geloof ik dat ik het heb. Dan geloof ik dat ik alles heb. Lidl boy. En die boy, die moet er nog een ietsje verhoging onder. Dus ik pak nog even een stuk van die heavy doodle tape. Boy. Dat komt dan hier. Want anders dan redt hij het niet, de overgang. Ah. Oh, gefeliciteerd je. Ja, dat had ik gezien, Rini. Hartstikke leuk. Nou, deze die komt hier al. Dan ga ik er nog even een klein stukje hete lijm wat op dat. Dan is die af. Ik ga eens even terugscrollen. En ik heb er een paar gezien. En ik ga even tellen. Oh, dit wordt wel heel lastig, want ik heb er een paar gezien die hem dus goed hadden. Oeps, gaat hij nog verder terug? Oh, hij scrolt niet verder terug.
Nou, dan is de gelukkige winnaar die ik nu hier in beeld krijg, Geke van der Beek. Ik ben 35 jaar getrouwd aanstaande zondag. Wat een ent, hè? En weet je wat ze dan zeggen, sommigen? Het wordt tijd dat je een ander zoekt. En dan weet je wat ik dan altijd zeg? Ik vind nooit zo'n vent meer die ik nou heb. Dus ik ga toch niet zoeken, joh. Het is overal wel eens wat. Ik heb gewoon een moordgozer. En die is gewoon van mij. Nou, dit is mijn kaart. Geke, wil jij mij een privéberichtje sturen dadelijk? Geke van der Beek. En dan krijg je van mij... Ja, ik heb gezien dat er meerdere waren. En volgens mij ook één dame die ook al een keer wat bij me gewonnen had. Maar dat weet ik niet zeker. Dus daarom Geke. Geke, jij wint dus de set met de papflessen en de stanzen. En dan zal ik jullie deze laten zien. Die heb ik dus met gesso gedaan. En dan is het gewoon puur. Ja, wat vind je mooier? En achteraf zeg ik, ga ik voor de zachte met inkt. Maar een ander zegt misschien wel, vindt dat gesso weer meer opdoen? Geen idee. Ga er eentje opsturen naar Hobby Vision. En dan wil ik jullie allemaal weer heel hartelijk bedanken voor het kijken. En tot de volgende live. Duurt wel even weer. Maar ik ga eerst volgende week van de beurs genieten. Fijne middag. Dadelijk om 3:30 is Janine er. En vanavond dus Ilse. Veel plezier met kijken. Doei.